Yeah. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. DJ. In the house. Ja, daar zijn we weer. En yes, daar zijn de Joybringers, zegt Chantal. En zeg helemaal, goedemorgen dames en heren. Wat is het toch een prachtige dag vandaag. Het is een hele bijzondere dag. Het schijnt een heel historisch dag te worden sowieso. Maar het is het dan ook. Het is 12 mei. Zometeen gaan we horen wat voor dag het is. Wat voor eigenlijk herdenkingdag het is. Wat is een prachtige, mooie dag om hier twee van echt fantastische vrienden van de show hier te hebben. Eerst Edgar, Saskia en daarna samen. Nou, we gaan een heel ding doen hier. Je hebt het in de aankondiging al gehoord. Ze zijn met iets fantastisch bezig geweest. Ze zijn echt een enorme reis samen aangegaan. En het is echt, het resultaat mag er zijn. Echt niet normaal wat voor groei, wat voor transformatie bij beide is gebeurd. En daar ga ik het zo meteen natuurlijk met Edgar en met Saskia hebben. Maar laat ik meteen beginnen met wat we altijd aan het begin van de show doen. Mijn dankbaarheid naar jou te uiten. Want we hebben bijna de 19.000 downloads gehaald, dames en heren. Vandaag zitten we op 1834 downloads. Dus lieve kijkers, lieve luisteraars, ik ben je ontzettend dankbaar voor alle downloads die je doet. Dat je dagelijks luistert. Af en toe in het weekend. Ik hoor sommige mensen, ja, dan ga ik ineens de hele week van je beluisteren. Dan word ik helemaal gek. En dan denk ik van, weet je, doe het rustig aan. Maar goed dat je kijkt, goed dat je luistert. Alle live kijkers, good to see you. En ja, Marleen zegt, Mick zwaait naar jullie. Mick, hallo, wat goed dat je er bent. Goed luisteren naar mama, hè. En goedemorgen, LinkedIn user met een box. Geen idee wie je bent, maar je hebt geen je foto wordt nog niet geaccepteerd. Laat me weten wie je bent. Dus yes, goedemorgen. Morgen, we gaan het vandaag hebben naar iets gigantisch. We gaan het echt over een aantal zaken hebben. Dus pak pen en papier erbij. Zorg ervoor dat je daadwerkelijk heel veel gaat opschrijven. En CW Kesseler zegt, dit brengt echt een goede morgen. Jazeker. Zeker als je gaat horen wat we zo meteen te doen hebben. Want we gaan een aantal successen delen. En daar is deze celebration voor bedoeld, dames en heren. Ja, kan niet anders. Als Ed in de house is, love, break, good times, come on. Oh yeah. It's a celebration. Cool, yeah. In the gang. Cool in the gang. Hey, wie kent ze nog? Herinnert u deze nog? No. Echt. Wat is het eerste wat je denkt bij Cool in the gang? Dansen, ja? Waar ben je dan? Zit je op het strand? Ben je in een discotheek? Waar zit je? Dan was ik in een discotheek inderdaad. Ja? Of in een bar. Ergens tropisch? Of in Hilversum? Amsterdam. Gooiland ben ik ook wel geweest. Joh, waar ben ik niet geweest? Waar een feestje was, daar was het. Jawel, hè? Ja. Het is iets met Edgar en Raymond. Maakt niet uit wat het is. Ik ga het niet over hebben over je overeenstelling, maar party hardy. Als het kan wel. Je moet van het leven toch een feest maken. Yes. En muziek is daar een belangrijk onderdeel. Absoluut, van. Hè? Absoluut. Ja. En wat niet heel veel mensen kennen, ik weet niet of we het ooit over hebben gehad, Edgar is een begenadigde DJ. Jazeker. Hij is veel geziene DJ. Ik ken wat scenes waar Edgar redelijk wat gevraagd wordt. Wil je daar iets? Voordat we naar alle successen hebben over wat je met Saskia hebt gedaan, wat je aan het doen bent, let's talk about music. Hoe is dat als DJ? Wat geeft DJ-schap jou als why? DJ achter zo'n draaitafel staan. Ik heb er zelf één. Dat geeft mij gewoon het gevoel dat je positieve energie, de vibes die in muziek zitten, die positiviteit, dat je die deelt met je publiek, met je gasten. En op het moment dat je die voetjes en die armen los ziet gaan en mensen ziet bewegen, maar mensen ook ziet lachen en genieten, ja, dan doe je iets, dan breng je iets in beweging. En ik vind het leuk om mensen in beweging te brengen. Aha. En dat kun je onder andere doen met muziek. Ja, hè? En als je zelf dan ook daar nog met een big smile in ga in mijn naar voren naar de microfoon. En in mijn geval in een strak pak met een das om gewoon de juiste plaatjes weet te draaien en de mensen weet te raken, ja, dan zorg je gewoon voor een onvergetelijke avond. Heerlijk. En je had het net voordat we live gingen over jou. Wat zei je nou? Dat is mijn favoriete muziek. Of zei je live? Je zei iets over de dat muziek? Dat is Burt Bacharach. Burt Bacharach, ja. Wat voor muziek is dat? Dat is van Butch Cassidy.
Dat is een instrumentaal nummer. En dat heeft mij in mijn moeilijke tijden in mijn leven, die er zijn geweest, heeft dat nummer. Ik denk dat ik het wel 1000 keer of 1000 plus keer gedraaid heb. Onder andere heel veel in mijn auto. Als ik mijn dochter weer naar mijn ex-vrouw bracht, draaide ik dat nummer. En het was een beetje hoe ik mijn leven zag. De reis. Want er zit een hele mooie opbouw in. Ja, dat nummer heeft mij zoveel kracht gegeven. Mooi, ik ga hem straks opzoeken. Ik ken dat nummer helemaal niet. Ja. En over je dochter gesproken. Ja. Over je dochter gesproken. Ik weet dat je een trotse papa bent. Heel trots. Ik weet dat je gewoon, als een knopje aan de mijn bij jou indruk, komen gewoon echt duizend dingen. Ik heb iets leuks gehoord, want dat is eigenlijk, ik zal hem even vertellen gewoon zo. Wauw. Let op, dames en heren. Het nieuws van de week. Wat heb je met Annemijn gedaan? Nou, zoals jij weet en mensen ook wel weten, ik was vorige week dinsdag jarig. En ik haalde Annemijn om 11:30 op. En we waren bij mij in de winkel. We zouden gaan lunchen bij het Wapen van Rijzenburg. Maar het stormde, het regende, het waaide. Dus dat ging niet door. Dus we hadden een heerlijke lunch gehaald. En ik kreeg een hele mooie kaart van haar. En daar had ze een tekening op gemaakt. Eigenlijk met de koffer van mijn The Tailored Man in Blue It Is You podcast. Oh, echt? En daar had ze eronder de tijdlijn met het pauzeknopje en het aanknopje. Wat vet. En daar had ze eronder The Tailored Man in Blue Birthday podcast. En dus je ziet, mijn dochter is daarmee bezig. Die volgt me toch. En ik heb dat moment heb ik aangegrepen. En ik zei, Annemijn, wat leuk, de birthday podcast. Maar vind je het dan leuk om samen met papa een podcast op te nemen? Ja, en toen zei ze, ja pap, dat vind ik leuk. En zonder twijfel eigenlijk. En we hebben dat gedaan. En ik heb echt een heel mooi gesprek met haar gevoerd. Dat deed heel veel met me. En ook met haar, maar ook met mijn ouders. En ze heeft haar reis, met name ook haar dansreis, heeft ze gedeeld met de wereld. En waar ze nu staat en waar ze naartoe wil. En ook haar onzekerheden. En dames en heren, let op. Wat is haar leeftijd? 16. 16. Ik bedoel, zo knap. Ja. Ik ben zo trots op jou en op haar. Jongen, echt. Wauw. Dat was een bijzonder cadeau. En misschien wel het mooiste cadeau van mijn verjaardag. Kan me zo goed voorstellen. Ja. Kan me zo goed voorstellen. Ja. Wauw. Toen ik dat van je kreeg, dacht ik, oh man, dat is echt een ontzettend feest. En hij is nog niet online, toch? Jawel, je kunt hem op Spotify. Hij is online. Ik heb alleen haar beloofd dat ik haar niet ga promoten zoals ik met mijn ander. Want dat wilde ze niet. En daar heb ik dan ook respect voor. Fantastisch. Dus hij gaat organisch. Annemijn, sorry als ik nu extra promote. Nee, dit is niet erg. Maar niet op mijn tijdlijn, precies. Op Facebook en op Instagram. Yes. Dus we gaan het zachte launch, noemen we dat dan. Ja. Dan alleen papa's bij Aramiek is, dan kan je mij de schuld geven. Dit was niet afgesproken, Annemijn. Dit was niet wat papa af wil. Dus ik wist dat en ik ben gek op Ed en op jou, dus weet je. Dus we kunnen het op Spotify gaan bekijken. Zeker. Oh, fantastisch. Ik word er altijd blij van. En als we het daar gaan over hebben, want langzaam gaan we natuurlijk naar het echte verhaal waar we vandaag gaan over hebben. Het podcasting, man. Het is echt een booming business, my friend. Wat gebeurde met jouw podcast in godsnaam? Ik zie alleen maar succesverhalen binnenkomen. Ik zie alleen maar posts komen van dat je aan het knallen bent. Vertel eens daarover. Nou, het gaat natuurlijk organisch. Ik bedoel, ik doe dit op mijn manier, in mijn Tailored Man in Blue It Is You showroom. Ik heb mooie, bijzondere gasten. Jij bent vorig jaar te gast geweest. Jij was een van de eerste. Marine de Haan was de allereerste. Dat was volgens mij 6 november. Ja, ondertussen 22 podcasts verder. Wow. Op jouw aanraden ben ik het ook wekelijks gaan doen in plaats van twee wekelijks. Daarvoor mijn dank, want het is echt iets wat heel veel energie brengt in mijn leven. Waar ik enorm veel van leer. Maar een van de kernwaarden die ik heb en die ik ook in mijn boodschap heb geïntegreerd is verbinden. En ik merk dat door mijn podcast, en dat merk jij denk ik ook, Aramiek, er ontstaan zulke bijzondere verbindingen. En je wordt er zelf ook zo sterk door dat je andere mensen ook weer met elkaar gaat verbinden. Dus ja, het is echt één gave, ontzettende gave reis die ik met deze podcast aan het ontwikkelen ben. Ik sta nog aan het begin, maar mijn podcast van afgelopen vrijdag met Frank Adema, die heeft nu al alle records gebroken. Wow. Dat is echt zo'n mooi, oprecht, authentiek, uniek verhaal. Ja, want waar had hij het dan ook weer over? We hadden het eigenlijk over, het was een spiritueel gesprek, we hadden het over de kracht van stilte. Ja. Ben ik niet zo goed in. In stilte zit beweging, in stilte zit ontwikkeling. Mooi. En vanuit stilte kun je als mens gewoon hele bijzondere, mooie stappen maken in je leven. En in stilte kom je steeds dichter bij je kern. Wauw. Ja.
En als je kijkt, hè, wat maakt het juist die podcast dat hij alle records heeft gebroken? Kan je dat inmiddels zien qua ervaring, qua gevoel? Dat je zegt van, kijk, ik weet zeker dat deze podcast met jou en... met jou, Saskia, heel veel bekijks gaat hebben. Mensen gaan het massaal delen. Dat weet ik al van tevoren. Dat weet ik zo meteen ook. Kan je dat ook een beetje... komt dat ook bij jou van... Oh, dit was zo bijzonder, deze vibe. Dit gaat dan worden. Nou, het komt ook denk ik wel door de energie die je met iemand samen hebt. Ik heb met al mijn gasten die allemaal speciaal zijn... heb je toch met iedereen heb je een andere energie. Want je nodigt niet zomaar mensen uit. Laat dat even helder zijn. Het is niet zo dat ik geen gast had vandaag. Dacht, weet je, ik zal Edgar en Saskia uitnodigen of ik heb geen gasten, ik zal morgen Janneke uitnodigen, wat dan ook. Als podcast host, als podcast organisator, zo, je denkt echt wel na wie je dan uitnodigt, want je hebt wel een criteria dat je daarbij absoluut hanteert. Ik vind gewoon dat mijn gast in de podcast die moet gewoon iets moois te delen hebben met de wereld. Dat vind ik een van de belangrijkste voorwaarden. Want uiteindelijk deel je energie met de wereld. Je deelt je verhaal, je levenslessen met de wereld. Je boodschap met de wereld. En daar duik ik altijd in met mijn gasten. Ik kom ook echt heel dicht bij de kern van mijn gasten. Dat hoor ik gelukkig om me heen. Dat vind ik bijzonder dat ik dat te horen krijg. Want het gebeurt, zoals ik al zei, toch allemaal een beetje organisch. Ik bereid weinig voor. Ik verdiep me een half uurtje in de persoon die bij me komt. En ik noteer wat notities. En dan gaan we gewoon het gesprek aan. Mooi. Ik vind het zo bijzonder om te zien hoe je daarin nog gegroeid bent. En het is niet omdat hij naast me zit. Omdat niet, weet je, je zegt altijd, ja, maar dan zet je mensen allemaal op voetstuk. Maar ik zet niet zomaar mensen op voetstuk, dames en heren. Als je kijkt waar je toen bent begonnen, Marina de Haan. En waar je nu staat, seriously. Je hebt daar gisteren, ik zag gisteren of eergisteren, had je een hele mooie post gedaan op Facebook. Dat je haar in het zonnetje had gezet van het begin van alles. Maar als je kijkt hoe je gegroeid bent, waar gaat dit naartoe, lieve Ed? Ga je podcasten serieus oppakken, wordt dit steeds belangrijker, ik zal het niet uitlaatklep noemen, strategie naar buiten toe om jezelf meer te laten zien? Nou, niet alleen om mezelf, maar ook om mijn gasten een podium te geven. Ik denk dat die win-win, die gezamenlijke energie de wereld inbrengen, dat ik dat heel belangrijk vind. En ik vind het mooie van podcasten is dat het een heel mooi middel is om je boodschap naar buiten te brengen. En ik denk op het moment dat je wekelijks je boodschap deelt met de wereld, dat je ook invloed, en dat bedoel ik positieve invloed. Niet de influencers invloed. Maar wel vanuit het hart, vanuit binnen, vanuit mijn ziel. Dat je toch iets in beweging zet. En dat kan met één persoon beginnen, maar je kent het ripple effect. Eén kunnen er twee worden. Hij straalt, twee worden er vier. En ik vind het ontzettend leuk. Net als jij dit ontzettend leuk vindt. Ik bedoel, dat DJ, dat presenteren, dat zit toch een beetje in onze genen. En ik vind het zo gaaf om podcast host te zijn. En ik vind het ook ontzettend leuk om hier te gast te zijn. Ja, echt geweldig dat je er bent. En voor de luisteraars en kijkers, jullie hebben mij zoveel berichten gestuurd. Yes, ik ga plannen met Edgar. Don't worry. Ik heb toen op mijn verjaardag al aangekondigd dat we hem iedere maand hier terug zouden komen. Mijn schuld. Ik heb mijn agenda niet strak getrokken, maar vandaag is de dag. Don't worry. We gaan Edgar vaker hier aan tafel brengen. Maar vooral om zijn wijsheid, zijn ervaring, zijn missie. Hij gaat het zo meteen hebben over zijn formule. We gaan hier echt een fantastisch voorbeeld zien met Saskia. Wat het nou is. Het is niet meer theoretisch dat Edgar iets heeft verzonnen. Of niet een formule van, ik ga dat en dat doen. Nee, we gaan zo meteen echt een levend voorbeeld zien van de Taylor Man in Blue. It's you formule. Wil je daar iets over vertellen? Jazeker. Jazeker, het is allemaal... Hoe is dat ontstaan? Ik bedoel... Ja, ik zeg, ja, vorig jaar om deze tijd is dat ontstaan. Dus we zijn een jaar verder. Maar ik denk 13 maanden geleden had nog nooit iemand, ikzelf ook niet, van de Tailored Man in Blue, It Is You, gehoord. En het is eigenlijk ontstaan doordat ik, naar aanleiding van een e-mail van Brandon Burchard, hey Edgar, are you ready? The world just went virtual today. Eigenlijk weer ben wakker geschud en weer aan de slag ben gegaan met mezelf. En met name de training van Ted McGrath, Message to Millions, heeft mij enorm gegrepen. En die training heeft ervoor gezorgd dat ik ben gaan graven, ben gaan schrijven, ben gaan ontwikkelen, ben gaan doen. En uiteindelijk een brandstory heb ontwikkeld die heel dicht staat bij wie ik ben. Maar ik ben het niet, jij bent het. The Tailored Man in Blue, It Is You. Yeah. En die is eigenlijk ontstaan uit mijn eigen levensverhaal, uit mijn eigen levenslessen. Ik heb daar een boodschap mee ontwikkeld.
En de Tailored Man in Blue staat ook voor iemand. De Tailored Man in Blue staat voor de man, de vrouw, die het talent heeft om een verschil te maken in het leven van anderen. Het staat voor de man, de vrouw, die met aandacht voor zijn authenticiteit en attitude mensen weet aan te trekken. De man, vrouw, die met zijn imago, zijn identiteit, wat nog veel dieper gaat, mensen weet te inspireren. Hij, zij neemt de leiding over zijn eigen leven, ontwikkelt zich continu om duurzame resultaten en relaties te ontwikkelen, op te bouwen. En daar staat Tailored Man in Blue. Wauw. Als je het zo meteen nog iets wil horen, gaan we echt het voorbeeld zien van Saskia. En voor mensen die het niet weten, wat is een brand story? Even check dat. Is het branding? Is het storytelling? Is het wat kan ik praktisch denken als ik denk, oké, je ontwikkelt een brand story. Wat is dat dan precies? Een brand story is niks anders dan eigenlijk een je eigen verhaal verpakt in een boodschap. En in die boodschap en in je eigen verhaal zitten natuurlijk levenslessen. Uh-huh. En die levenslessen verpak je ook weer in je brand story. Dus mijn Tailored Man in Blue, It Is You, is een brand story. En daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. Uh-huh. Daar kan ik podcasts mee maken. Daar kan ik blogs mee schrijven. Dus een content kanon eigenlijk waar alles op staat. Ja, het komt allemaal uiteindelijk neer op de Tailored Man. Op al die ingrediënten die ik net noemde. Talent, transformeren. Aandacht, identiteit. Aandacht. Dat komt daar allemaal in. Dus dat geeft mij zoveel ruimte om mezelf te ontwikkelen. En daar mooie dingen over te gaan schrijven. En met mijn podcast de boodschappen van mijn gasten zeg maar over te brengen. Ja, en dat geeft een brandstory geeft gewoon zoveel kracht. En het mooie van een brandstory is ook dat het opvalt. Je wordt er opmerkelijk door. It's remarkable. Het trekt mensen aan. Ah, mooi. Maar ik ontving toevallig vanochtend een mailtje van onze mentor, Nisande, remarkable. Ja. We moesten aan vandaag denken. En hoe heb je dat met Saskia? Want hiervoor ken ik Saskia niet. Saskia is de winnaar van de vorige keer. By the way, Edgar heeft hier fantastisch iets geweldigs meegenomen. Dus blijf luisteren. Je kunt iets fantastisch winnen van hem. Zij is de winnaar geworden. Hoe ben jij met haar aan de gang gegaan? Met iemand die je niet kende, met iemand die niet in het netwerk zat, met iemand die eigenlijk daarvoor nog niet echt contact mee was. Hoe kan je de stappen uitleggen? Niet alles uitleggen, want zometeen haal ik erbij, dan kunnen we dat straks in tweeën delen. Wat heb je exact met haar gedaan? En terwijl je dat aan het zeggen bent, ik moet even niet vergeten om dit stukje even erbij te gaan pakken. Sorry dat ik even als host kijken of ik die... die staat gewoon klaar. Oh, zie, dat bedoel ik, remove. Yes, nu beter. Dus vertel, wat heb je met Saskia gedaan? Als dit de theoretische uitleg is van brand story, hoe pak je dan stap voor stap met iemand als Saskia? En by the way, echt, you look beautiful. Ja, die is zo als mega getransformeerd. Saskia hier ziet zitten. Ja, echt. Wow. Ja, hè? Ja. So it makes both of us proud. Dat is echt zo. Absoluut. En daar heb ik ook een bijdrage in gehad, maar uiteindelijk heeft het zelf gedaan. Hoe zet jij je brand story in, Edgar? Vraagt Marleen natuurlijk. Dus hoe heb je dat met Saskia gedaan? Ik kan onze eerste kennismaking nog herinneren. Ik bedoel, online hadden we al kennis met elkaar gemaakt en via de mail. En Saskia kwam op een woensdagochtend bij me en het had echt enorm gesneeuwd. Er lag ook veel sneeuw. Ja, echt? Is dat die hele dag? Ja, dat was waanzinnig. En toen heb ik gezegd, neem je laarzen mee. Want we gaan eerst samen een uur een wandeling maken in het bos. Om elkaar beter te leren kennen. Ik wil gewoon horen, wie is Saskia Kroes? Waar komt ze vandaan? Wat is eigenlijk haar reis? Wat ik ook in mijn podcast doe. En dat was een bijzondere mooie wandeling. Het was prachtig. Het was mooi weer en er lag sneeuw. Dus de mooiste ingrediënten eigenlijk om kennis te maken. En vervolgens heb ik natuurlijk mijn eerste module heb ik helemaal klaar. Ik heb ondertussen 4 modules klaar van mijn tailoring model. En Saskia is eigenlijk binnengestapt In mijn eerste module, de Tailored Man in Blue transformatieformule. Okay. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een transformatieproces. En een transformatieproces betekent eigenlijk niks anders dat je eerst oude dingen moet loslaten. Van rups naar vlinder. Van rups naar vlinder. Het is een proces van rups naar vlinder. Ja, daar komt het op neer. Okay. Saskia durft inderdaad aan dat zijden draadje te hangen. Want Saskia is zo moedig. En Saskia heeft zoveel power en kracht in zich. En Saskia is echt een vrouw die echt een boodschap heeft waarmee ze zoveel mensen kan raken. En weet je, dat verdient gewoon een groter podium.
Alleen om een groter podium te pakken en te krijgen, zul je wel uiteindelijk met jezelf aan de slag moeten gaan. En ik denk dat mijn eerste module misschien wel de belangrijkste module is van mijn trainings, van mijn tailoring model, de transformatieformule. Uiteindelijk met het talent wat Saskia heeft, we hebben allemaal dat talent, zijn we aan de slag gegaan. En hebben we eigenlijk de eerste stappen gezet. Ja. Wauw, oké. We gaan het zo meteen natuurlijk van haar horen hoe het gegaan is. En als je kijkt, zo meteen haal ik je natuurlijk weer terug. Als je kijkt hoe dat in het proces is gegaan, hè? Wat voor gevoel krijg je als je nu gaat kijken naar het transformatieproces van Saskia? Als voor Marleen zegt, hoe zet je je brand story in? Is Saskia op dit moment een ambassadeur dat je denkt van, wauw, alle stappen die ik met Saskia heb genomen, dus eigenlijk zou je dat kunnen dupliceren bij al. Hoe sta je daarin als teacher? Hoe sta je daarin als mentor? Want dat is eigenlijk wat je voor haar aan het doen bent geweest. Ik kan alleen maar heel trots zijn op Saskia, dat ben ik ook. Ik krijg ook heel veel warmte en energie terug van Saskia. Echt? Ja. Nou, ik krijg die nooit hoor. Ik weet niet. Hebben we het zometeen met Saskia hoor. Nou, oké, dat is een goede. Nee, maar dat is gewoon. En weet je, ik heb dit ook. Dat is het mooie. In een van onze vorige ontmoetingen hier in de Daily Business Boost. Heb ik dit natuurlijk cadeau gegeven. En Saskia, die heeft dit gewonnen. En niet omdat wij haar gewoon ergens uit. She worked her ass off. Ze heeft er echt voor gewerkt. Ja, ze heeft keihard voor gewerkt. Dus laten we daar meteen een schakeling maken voordat je en zegt, mocht je dat ook willen? Ja hoor, ik heb hem bereid gevonden. Eigenlijk zou je dat helemaal nooit meer doen. Maar Edgar is bereid gevonden en is bereid om zo'n prachtig mooie strategische sessie, Your Brand Story, te gaan weggeven ter waarde van 3000 euro. Dus als ik jou was, zorg ervoor dat je deze uitzending gaat delen. Maak een screenshot. Zorg dat je Edgar gaat stalken. Zorg dat ik ga aan Saskia vragen wat ze allemaal heeft gedaan om die te winnen. Zorg dat je dit gaat doen, dames en heren. Want Edgar heeft een extra eis ingezet. Want wat moet ze dan doen als extra eis om die prachtige mooie 1-op-1 sessie met jou te winnen? Nou, ik zichtbaarheid is natuurlijk heel belangrijk in deze wereld. Niks hoeft, alles mag. Maar ik denk als je echt iets te vertellen hebt aan de wereld, en ik geloof dat we dat allemaal hebben, dan is het belangrijk dat je dat toch middels een filmpje doet. Heel goed. Want we willen je zien bewegen. Ik wil je stem horen. Heel goed. Dus een foto zeg ik, nee. Aha. We willen graag een videoboodschap waarom jij deze strategische sessie met mij zou willen winnen. En wil ik gewoon graag zien middels een videoboodschap, Aramiek. Oké, dan. Dus als je denkt van, ik wil dat doen. Ik heb er zin in om dat te winnen. Ik heb er zin in om de video te gaan maken. Want we zijn nu strenger geworden. Ja, je hoort het aan de muziek. Als je dit wil gaan winnen. Dat is maar één manier om het te doen. Zorg ervoor dat je gewoon een video gaat maken. Zorg ervoor dat je gaat motiveren waarom je deze prijs hebt. Tag mij, Edgar en Saskia. Dat is handig. En deel het op Facebook, LinkedIn en Instagram. En zorg dat je gewoon gezien gaat worden. Want ja, de criteria zijn een beetje verhoogd. Naar Saskia is de standaard natuurlijk vertienvoudig. Dus om dat gesprek te gaan winnen. Dan heb je iets meer nodig dan alleen maar normale sharings. En Angelique zegt, ja klopt, zichtbaar zijn is belangrijk. Maar vooral ook jezelf blijven. Ik vind die twee hetzelfde. Ja, je kan niet zichtbaar zijn zonder jezelf te blijven. Chantal zegt, ja, prachtige prijs. En Marleen zegt, wat gaaf dat je nog een keer zo'n groot cadeau gaat weggeven. Edgar, fantastisch. En Linda zegt, yes, wat een toffe prijs. En Linda is hier vrijdag. Gaan we het daar ook weer over hebben, want er gebeurt van alles nog wat. Oké, dus dat is de prijs. En wat ik zo meteen wil gaan doen, want ik wil eigenlijk het leidend voorwerp, zeg maar, met een korte ei. Ik zou niet lange ei gaan gebruiken, want daar is het veel te leuk voor. Wil ik zo meteen uit gaan nodigen. En just that you know, voor mij is het schakelen. Ik ben niet bij eentje zo van, ik heb geen regie, ik ben regie, redactie, al die dingen. Dus ik ga zo meteen een leuk dingetje hier tussendoor zetten. Dus heb even geduld met mij dat we hier zo meteen even kijken of die al afgaat. Ja, hij gaat al af. Ik ga zodat ik zo meteen, als ik dit doe, dan is Edgar Vlander van een prachtig mooie man naar een prachtig mooie vrouw die Saskia heeft. Dus geef me even een tijd. Wat is het? 30 seconden. We gaan hier schakelen. Ik ga hem even aanzetten, kijken wat er gebeurt. Ja hoor. We komen zo terug, dames en heren. Edgar, dankjewel. Ik zie je zo. En Saskia, kom erbij. Oh ja. Ga je goed horen? Ja. Cool.
Waar is nou de camera? Daar of daar? Yo. En ja hoor, dames en heren. Ja hoor, ja hoor, ja hoor, ja hoor, ja hoor. Ja, ik zeg, doe. Ja, Saskia is er. Yes! Zo. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Goed dat je er bent. Dankjewel. Hoe is het en nou? Wat een aankondiging. Ik ben niet snel stil te krijgen, maar... en een rood hoofd. Dank jullie wel, heren. Ja, hè? Ja. Zo, vertel. Wie ben je? Ik ben het leidend voorwerp met een korte ei, Saskia Kroes. En ik heb 2 geweldige coaches en mentoren. En die zitten hier, Aramiek en Edgar Nijdam zitten hier. En het is één groot feest. Ik ben de expert duurzame inzetbaarheid voor de zorgprofessionals. En ik heb er zin in. Oh, je hebt er zin in. Goed zo. En er is iets aan de hand, hoor. Want vandaag... Oh, sorry, dat is de verkeerde knop, hoor je hem? En dat is eigenlijk dan later zouden we zeggen dit dan... Jammer. Nee, dat is een hele belangrijke dag. Dat is een hele belangrijke dag, want het is vandaag celebration. Yes. Volgens mij is er een celebration. It's a celebration. Celebrate good times. Come on. Sorry, ik zing erg vals, maar dat maakt niet uit. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ga gewoon lekker door, want wat voor dag is het vandaag? 12 mei. 12 mei. 12 mei is de geboortedag van mijn andere mentor en rolmodel, Florence Nightingale. Aha. Zij is 201 jaar geleden geboren. En zij is een verpleegkundige, zij is een inspirator, zij is een politicus, zij is alles schrijfster en zij is eigenlijk een wereldverbeteraar. En zij is mijn grote rolmodel, omdat ik eigenlijk hetzelfde en nog meer wil neerzetten anno nu, 2021. Want mijn missie is ook om de gezondheidszorg te verbeteren en dan ook wereldwijd. Dus een stukje imago en brandstory komt daar heel goed bij van pas. Geweldig. En hoezo, wat heeft Florence Nightingale gedaan wat al die andere verpleegkundigen niet hebben? Wat heeft daar opmerkelijk, we hadden het net over remarkableheid, ja. Over opmerkelijkheid, want die kant ben je natuurlijk keihard aan het gaan. Ja. Wat vind jij remarkable aan haar? Zij is degene die het vak verpleegkunde op de kaart heeft gezet. Aha. Wij zijn niet zomaar lieve zusters die met een groot zorghart werken. Nee, wij studeren daar jaren voor. En wij zijn heel sterk in observeren. En met artsen, paramedici aan tafel zitten. En kijken wat heeft een patiënt, een cliënt nou echt nodig. Wat is de mens? Wat is zijn basisbehoefte? En als je kijkt naar Florence Nightingale. Zij is gestart om bijvoorbeeld hygiëne in zorginstellingen binnen te brengen. Ze heeft gekeken naar niet alleen naar een wond of een diagnose, maar gewoon echt een holistische aanpak. Dus wie ben jij als persoon? Toen al, 200 jaar geleden. Ja. En ze komt uit een welgestelde familie, dus heel de familie wilde eigenlijk dat zij een ander pad op ging. Maar zij liet haar zorghart zo ontzettend spreken en ze had zoiets van, ik wil voor de armen opkomen, ik wil voor de zieken opkomen, voor de gewonden. En dat heb ik ook. Dus, en je hebt over gewonden, want in welke tijdperk is ze bezig geweest? En 200 jaar geleden. Ik bedoel, daar waren heel veel oorlogen. Dat was een oorlog heel aan de hand in Frankrijk. Ja, ze heeft een noodhospitaal opgezet en het waren echt vreselijke omstandigheden voor die mensen uit het leger die gewond waren geraakt. Zij is daar naartoe gegaan en ze heeft gewoon gekeken, hoe kan ik helpen? En ze is dus gestart met de hygiëne, want er liepen overal ratten over de vloer. Ze lagen onderhand in hun eigen urine en ontlasting. En gewoon die basisprincipes, en ze is statistieken gaan bijhouden om te kijken, hoe kunnen we de zorg gaan verbeteren? En dat is ze overal gaan delen. En ze heeft haar netwerk gebruikt. En toen is ze dus gewoon over heel de wereld gaan spreken wat er nodig is. En dat gebruiken 200 jaar dat geleden, gebruiken we nu nog dat steeds. Zou je gewoon, ik bedoel, tegenwoordig is het appeltje de hele wereld, maar in die tijd. Ja. Goedemorgen, zeg. En daarom is het heel belangrijk dat verpleegkundigen ook aan tafel zitten bij een OMT. Dus ook bij VWS. Ja. En vandaar mijn missie. Ach, geweldig. En wil je iets meer vertellen over jouw missie? Want we hebben het vaker over gehad. Maar wat zou er vandaag de dag moeten veranderen? Willen we jouw missie vertienvoudig, verhonderdvoudig, verduizend? Wat is er niet wat er door jouw missie gewoon bereikt gaat worden? Nou, wat er nodig is, is dat mensen gaan inzien, en vooral op de dag van vandaag, dat verpleegkundigen niet zomaar iemand zijn. Wij zijn 24/7, staan we aan bed bij de mensen die doodziek zijn. En dat weten we nu allemaal door de pandemie. En ik vind het geweldig dat er voor mij geklapt is en dat ik bloemen krijg en chocolaatjes maar en zo. Maar eigenlijk slaat dat gewoon nergens op. Maar weet je, ik ben geen klein kind, ik ben een volwassen vrouw, ik ben een vakvrouw. En ik heb er keihard voor geleerd, gestudeerd en samen met mij en vele andere zorgprofessionals. Want het zijn niet alleen de verpleegkundigen, het zijn ook de verzorgende, helpende, de zorg.
verpleegkundigen, zorgassistenten, iedereen. Maar wij moeten gezien en gehoord worden. En ik zeg dit niet als een aanval, maar een stukje bewustwording. Want mijn dochter van 7 jaar, die wil ook heel graag zuster worden. En dan vraag ik ook, waarom wil je dat dan? En ja, maar ik wil mensen helpen. En dan zeg ik, ja, je kan op zoveel manieren mensen helpen. Maar ze zegt ook, ik zie jouw liefde en passie voor de mens. En ik zie dat jij het verschil maakt in de wereld. En dat wil zij ook. En dat stukje wil ik overdragen op de huidige generatie. Dus neem ons mee, want we hebben zoveel kennis en kunde in ons. En nodig ons uit aan tafel. Want er is gebleken dat daardoor de gezondheidszorg eigenlijk een inhaalslag maakt qua bezuinigingen. Je hoeft dus niet heel veel te verschrappen, maar mensen zijn korter ziek. Als je met ons aan tafel gaat zitten en het behandelplan structureel en alle beleiden gaan bepalen. Great, dus, want daar ben je inmiddels je stappen natuurlijk aan het verdienen. Ik kom zo meteen over wat ik dan met jou heb gedaan qua transformatie en je brandstory. Maar waar ben je inmiddels allemaal voorgevraagd, doorgevraagd? Wat ben je in godsnaam aan het doen? Want je bent zo moeilijk bereikbaar en beschikbaar. Jouw agenda moet ik echt 80.000 keer heen en weer schuiven. Wil ik een keertje samen met Edgar hier aan tafel hebben. Dus dat zegt al over je positionering. Ja. Wat is er gebeurd in godsnaam? Mensen willen je dat ook. Neem Aramiek en Edgar als coach. Want echt, het gaat echt in 3/4 jaar. Echt, net als jouw statistiek gaat die ook omhoog. Heel goed. Dus wat heb je allemaal te doen te bereiken, lieve schat? Ja, heel veel. Het stukje zichtbaarheid is zo ontzettend belangrijk. Hoe je social media inzet. En ik word nu veel gevraagd als spreker. Maar ook gisteren had ik een call met het vakbond Nu 91. Juist om naar die positionering te kijken. En de beeldvorming rondom de verpleegkundigen. En we gaan dus meerdere artikelen in het Floor Magazine zetten. Van hoe kijken wij ons vanuit de zorg naar ons beroep? Wat willen wij veranderen? Maar hoe kijk jij ernaar? En hoe kijk jij, Edgar, naar ons? Want ik heb een duidelijk beeld erbij. En ik kan natuurlijk heel goed onderbouwen. Maar als ik zie dat de wereld gewoon doordraait en liever gewoon doorfeest en niet door liever gaat winkelen. Liever gaat shoppen. En weet je, wil ik ook hoor. Echt, ik ben ook een mens. Maar als je snapt, zeg maar, waar wij tegenaan lopen als zorgprofessionals. Wij willen ook gewoon dat stukje gezien en gehoord worden vanuit een positieve manier. Ah, mooi. Dus, en daar komen verschillende artikelen uit. Sabine Uitslag, dat is nu mijn buddy. Ik werk samen met haar en een heel mooi ander team bij de Nationale Zorgreserve om een groep zorgreserve. Dit gaat te snel. Oh. Nationale Zorgreserve. Ja. Wat is dat? Nationale Zorgreserve is in het leven. Maar niemand heeft dat gehoord. Ik bedoel, niet? Nee, nou, sorry. Is echt een ontzettend sorry, laten we dat ook weer even gestart. Groot maken. Ja. Nee, ik ben daar een community manager. En ik mag samen met een heel mooi team. Ook sommigen zijn zorgreservisten, zijn ook verpleegkundigen of verzorgenden. En we zijn op landelijk niveau proeftuinen aan het starten. En we zijn nu aan het kijken om, net als bij Defensie. Het gaat weer te snel. Proeftuinen. Wat zijn proeftuinen? Oh, proeftuinen, sorry. Voor jou is dit allemaal gewoon klik. I know, maar ik ben proeftuin. En wat heeft dat met verpleegkundigen gemaakt? In godsnaam, wat moet je met al die volwassen mensen met proeftuinen? Sorry, ik zal dus wat is het belang daarvan? Ik krijg nou ineens dat ding van de oh, wil je dat horen? Oké, okay, dan ga je. De flashback on the way. Dus, stel je voor, je hebt code zwart. Ik denk dat de meeste mensen nu wel begrijpen wat code zwart inhoudt. En het zorgpersoneel valt om. Ik heb net op de radio gehoord dat er de helft meer mensen met een burn-out thuis zitten dan voor de pandemie. En je denkt dat er een blik zorgprofessionals open te trekken valt. Maar dat kan niet, want die zitten ziek thuis. Dus wat hebben ze in het leven geroepen vanuit VWS? De Nationale Zorgreserve. En we zijn nu landelijk een campagne gestart om oude zorgprofessionals, verpleegkundigen, verzorgenden die nog steeds dat zorghart hebben kloppen, willen inzetten. En gisteren hebben een dame van 80 jaar aangenomen, hè, die als zorgreservist wil helpen. Ja, echt. Dame van 80! Ja! Echt, ik ben 41. Wow. Ik voel me echt een basisschoolkind. Wauw. Ja, wat een spirit moet zij hebben. Ja, we hebben nu al meer dan 200 aanmeldingen gekregen in een korte tijd. En die willen in zo'n proeftuin. Dus we simuleren nu een crisissituatie. Dat als de helft van bijvoorbeeld het personeel omgevallen is, dat wij dat blik, zeg maar, zijn aan zorgreservisten en tijdelijk kunnen bijspringen om die crisis. Ah, dat is een proeftuin. Dat is een proeftuin. Maar we gaan net als Defensie, zeg maar, structureel die reservisten landelijk in kunnen laten zetten. Voor korte duur, maar daar ben ik de community manager van. Dus eigenlijk buffer aan het bouwen voor het geval mochten dat zo is. Dat is wat je aan het doen. Dus meer veiligheid, meer. Ja.
Ja, en niet alleen. Ze zijn niet meteen opgesprongen ergens in naartoe gaan. Nee, dan zijn ze getraind. Juist. Om adequaat kunnen reageren. Dat is wat je bedoelt. Ja, en met die proeftuin kijken naar wat hebben de zorgreservisten nodig en wat heeft de zorgorganisatie nodig. Ja. Yes, fantastisch. En als we dan gaan hebben over jou. Ja. Brand story. In godsnaam, wat is er met jou gebeurd sinds een beetje Edgar aan het werk bent? Ik bedoel, ik heb het niet alleen over de uiterlijke transformatie, want daar ga je zo meteen zeker over hebben. Vertel eens, hoe was dat op die prachtig mooie woensdagochtend besneden velden als enige twee gekkies lekker wandelen door het bos in Driebergen. Hoe is het voor je gegaan? Vertel eens daarover. Ja, hoe was dat? Het was eigenlijk een sprookje waar ik nog steeds in zit. En het was zo'n magisch mooie ochtend. De zon scheen. Het was inderdaad een wit sneeuwdek waar we overheen liepen. En Edgar is zo'n mooi mens en die stelt je gelijk op zijn gemak. En hij vertelt gewoon zijn authentieke verhaal en hij neemt je mee. En ik zat alleen maar daar, want hij is ook erg lang. En ik ben niet klein, maar ik zat van, wauw. En niet dat ik tegen me opkijk, want weet je, we zijn allemaal gelijk. Maar dat ik zoveel van jou mag leren, dank je wel. En dat je me iedere keer weer meeneemt. En jij ook. Ik vind het, er is gewoon zo'n nieuwe wereld voor me opengegaan in die paar maanden tijd. En hij heeft echt de tools om je te transformeren. Je hebt net al je tailoringmodel kort uitgelegd. Maar dat ik daar die eerste module met hem mee mag volgen. En iedere keer die spiegel voor krijg van ja, je hebt een supermooi verhaal, maar hoe ga je dat nou delen? En hoe ga je nou klanten daarmee aantrekken? En vooral je doelgroepen, want mijn doelgroep is heel breed. Van zorgprofessional tot raad van bestuur, tot VWS, tot WHO. Hoe ga je dat neerzetten? En hij kan dat met zijn kennis en expertise zo goed uitleggen en gefragmenteerd, dat het voor mij te doen is en niet van... Maar een verpleegkundige. Ja, en je bent ook hard aan het werk gegaan, toch? Ik bedoel, je hebt ook opdracht gekregen. Ik heb een maand van die opdracht gezien. Je bent ook echt met je brand story aan de gang gegaan. Ja, toch? Ja. Hoe is dat gegaan voor je? Wat is er uitgekomen? Nou ja, we zijn nog steeds eigenlijk ermee bezig. Het is een continu proces, maar het wordt iedere keer en ook door wat er op mijn pad is gekomen, zijn we aan het kijken van wat kan ik nu het beste oppakken. Maar ook door Clubhouse, daar ben je ook actief in en daar hebben ook mensen ontmoet. En iedere keer ga je kijken van nou, hoe kan je beter fine-tunen en welk platform kan je nu het beste inzetten om te netwerken en je boodschap te vertellen. En nou ja, daar hoort ook dat stukje buitenkant bij. En daar had ik nooit aandacht aan besteed. Stukje want... buitenkant. Even terug. Wat betekent stukje buitenkant? Daar ga je even. Mijn uiterlijk. Want er is een before en er is een after verhaal. Zo, vertel eens. Wat heb je daarmee gedaan? Laten we de real shit erbij pakken. Before was ik een leuke dame die meestal praktisch gekleed was. Want ja, in de zorg loop je niet, zeg maar... Niet? In de laatste mode. Ik zie al die zusters met de hele korte jurkjes. Nee, dat is niet zo. Ja, dat is misschien jouw fantasie, maar dat is niet. In het echt is het niet zo. Nee, maar ja, ik was nogal praktisch ingesteld. Ik ben moeder van twee, niet meer zo jonge kinderen. Maar weet je, als je zo veel moet lopen en de benen uit je lijf loopt... dan denk hard werken. Je hard werken. En ook nu een onderneming opzetten. Dan ga je niet nadenken over hoe je kleedt, hoe je uitstraling is. En dat is misschien heel erg. Maar want ja, dit is een stukje natuurlijk vanaf gegaan natuurlijk. Ja, ongeveer de helft. Ongeveer de... Ik heb nou een foamborstel, ik bedoel. Dankjewel Maxime voor je hulp. Maar ik bedoel, ja, ik vind het gewoon prachtig als iemand zoals Edgar mij kan laten zien wat het met mensen doet. Want je eerste presence, hoe je een boodschap wil overbrengen. Niet alleen door te vertellen, door storytelling, maar juist ook de verpakking erbij. En hoe belangrijk is dat? Ja, toch wel heel erg belangrijk. En als je ook kijkt naar de mensen die het hebben gemaakt, die zijn ook bewust bezig met hun styling. En het is ook heel belangrijk wat je net al zei, van je moet wel jezelf blijven, je authentieke zelf. Want ik kan niet een modepoppetje zijn als het niet in me zit. En ik vind mezelf nog steeds geen modepoppetje, maar ik hou ook van make-up en mooie kleding. Maar ik gaf er nooit de aandacht aan, want ik vond andere dingen belangrijker. Maar nu snap ik hoe belangrijk het is. Je prioriteiten heb je veranderd. Ja, om mijn doel te bereiken. Ja, zeker. Ja, het helpt nu voor mij. Ja, want je hebt even heel praktisch. Even mensen die haar misschien in de podcast... Als je podcast luistert, guys, ga naar een zeker live interview. Dan zie je haar hiernaast zitten. Je hebt je kapsel veranderd. Ja. Wat heb je veranderd? Wat heb je nog meer veranderd? Nou, gewoon de manier van denken. Mijn kledingstijl is veranderd. Hoe was het vroeger? Hoe nu is het nu? Regenboog is mijn lievelingskleur. En zo ziet mijn garderobe er ook uit. Dus nu sta ik echt zo voor die kast.
Oké, dit kan echt niet meer. Nee, oké. Okay. Dus, hoe gaat het er nu uit? Het mooie is dat Edgar je meeneemt van... Hij zegt ook, maak een stijl die bij jou past. En toen heb een collage noem je dat, hè? Dus ik heb een collage gemaakt van... Ik hou van de Franse mode en de Parisienne of zo noem je dat. Echt. En ik hou van de kleuren rood en wit en blauw. En rood is natuurlijk nogal een agressieve kleur. Dus ik heb een hele mooie initiaal in het rood gekregen van Edgar. Heel in mijn tailored... Very nice touch als je het niet ziet. Het is echt een heel, heel klein... Ze zien het... Nah, ik kan het nee, niet zien. Er staat een S en een K. Ja. Dus dankjewel. Maar we hebben gekozen ook voor de kleuren wit en blauw. Want dat past ook heel erg goed bij de boodschap die ik uitdraag. En ook bij de gezondheidszorg, bij mijn missie, maar ook bij wie ik ben. En er zijn ook genoeg dames die ik ken die ontzettend van glitter, glamour en goud houden. En ik hou ook wel van glitter en glamour. Maar bij mij is het een andere associatie. Dus ik doe meer de basis. En dat ik zelf zeg maar het vlammende persoon ben. En niet dat jullie dat niet zijn hoor, dames. Want jullie weten vast wel wie ik bedoel. Maar ja, hoe kan ik mijn presence versterken door de kledingstijl die ik draag? En dat is dus voornamelijk wit met blauw en dan hier en daar een rood accent. Prachtig. Dus dat betekent witte overhemd. Dat betekent skinny jeans, kan ik dat zo noemen? Tuinbroek niet, nee. Tuinbroek niet, nee. maar dat betekent ook, ik zag volgens mij... Dat betekent ook... High heels. Jesus Christ. Ja, ja. Hoe voelt het voor je? Ja, heerlijk. Ik voel me herboren. Je voelt je herboren. Dankjewel. Ja, echt? Ja. Is dat wat happen? Ja. Magic? Oh, geweldig, geweldig. En al die mensen die aan het kijken zijn, hè, want die zijn heel druk aan het delen en video's aan het maken en zo. Hoe zou je zo'n prijs, wat moet ze doen om zo'n prijs van Edgar te winnen? Geef ze advies, want je hebt zoveel aan gedaan. Wat moet ze allemaal doen en waarmee moeten ze niet stoppen voordat ze die prijs hebben? Nou, verdiep je even in wie Edgar Nijdam is en waar die van houdt. En ik heb het gewonnen ook door een video, en dat was toen niet de vraag. Maar laat jezelf zien en laat je hart spreken. En verleid hem op die manier waarom jij het nodig hebt. En dan win je echt een fantastische prijs die ik echt iedereen gun. Dus, Oh, geweldig. Ik zou het je met z'n allen gunnen. Want het is niet normaal wat er gebeurt dan. Echt, alle credits naar Edgar toe. Want als je ziet hoe Saskia hier, wat is het, 6-10 weken geleden was. Qua uiterlijk, qua kleding, qua... Rim zegt, ik ga geen hoge hakken. Rimbekkers, lieve Rim. Leuk voor Rim. En als je dat doet, wil ik een foto of video van zien, dus maakt me niet uit. Maar het is wel aan te vullen, ook als man. En geloof me, het is zo fantastisch wat Edgar doet. En Marleen zegt, yes! Goede, geweldige advies, Saskia. Dus ik zou Marleen, als ik jou was, Marleen, next level dat gewoon. Dat wil je hoor. Dat wil je gewoon, dus ga het gaan doen. En wat is er? En zometeen haal ik Edgar erbij, zodat we ook de intentie van de dag gaan doen. Wat is volgens jou veranderd, zeg maar, in jouw verhaal wat je daarvoor vertelde? Als je vertelde vroeger, ja, ik help professionals, whatever. Wat heb je in verdieping gecreëerd met Edgar? Wat heb je daadwerkelijk in de remarkableheid van jezelf gemaakt? Want inmiddels ben je veel gevraagde gast bij de shows. Ik weet dat je aan de politieke partij achter je aan zit, waar je continu nee tegen zegt. Ik weet dat er heel veel aan je getrokken wordt. Hoe heeft dat jouw zelfvertrouwen gevestigd, zeg maar? Nou, het heeft mij de vrouw gemaakt die ik al ben. En het is net wat je zei, de rups die een vlinder wordt. Je moet echt wel aan een zijden draadje durven hangen. En mijn gezin leeft ook mijn missie. Ze snappen dat mama dit aan het doen is en dat is nodig. En ik ben dus bewust van wat ik vertel, wat ik deel met de wereld. En eerst dacht ik klein. En nu denk ik zo groot en weet ik dat alles ook mogelijk is. En niet alleen maar van de passie van wauw, ik kan het allemaal. Want dat heb jij natuurlijk ook bij me losgemaakt. Maar nu kan ik het heel goed onderbouwen. En ook de modules die jij maakt. Hij helpt mij daar zo mee. Ga maar door. Hij helpt mij. Ik heb het opgeschreven hoe zijn eerste module heet. Ja, de Tailored Man in Blue Transformation Formula. Maar al die stappen die Edgar op papier heeft, die helpen mij ook om dat te gaan implementeren voor verschillende doelgroepen. Dus ik weet nou niet meer precies wat je vraagt. Dit ziet er echt heel mooi uit. Ja, ik heb een healthcare model ontwikkeld. Ja, een healthcare model. Vertel daarover. Ja. Hoe zijn je ermee aan de gang? Ik heb een aantekening bij me, dus ik zou van lief zijn. Door de zenuwen weet ik niet alles uit mijn hoofd. Liever, dat hoeft helemaal niet. Die bent hier te gast. Relax. Hoe zit een healthcare model eruit? En waarom is dat belangrijk dat die methode er is? Waarom was daar, net als de Taylor Man in Blue, It's You, waarom is een methode belangrijk als expert?
Nou, dan kan je goed je doelgroep meenemen, je ideal client, om ze stappen verder te zetten, om hun droom neer te zetten, want je wil hun pijn oplossen. En aan de hand van zo'n model kan je ze stapsgewijs meenemen en dan overlaad je ze niet ineens met informatie. En dat is zo ontzettend prettig. En net als Edgar, hij heeft het tailoring model. Nou, ik heb dan het healthcare model, die zijn we aan het ontwikkelen. En hij is zowel voor de Nederlandse markt, maar ook gewoon internationaal. Dus ik doe hem ook in het Engels ontwikkelen. Zo, wil je daar een tipje van de sluier geven waar de healthcare model voor staat? De H en de E misschien? Ja, nou ja, die heb ik dus net hier op het papier staan. De hair. Holistisch, waar ik het net over zei, over had met Florence Nightingale. Van kijk naar heel de mens. Niet alleen maar naar een stukje arm of been die gewond is, maar een hele holistische aanpak. Empathisch, dus vanuit je hart iets oppakken. En het maakt niet uit wie je bent, maar iedereen begrijpt wel hoe je iets vanuit je hart moet oppakken. Dat doe jij hier ook met de Daily Business Boost. Dus je attitude, die heb ik gepikt van Edgar, want die heeft dat ook in zijn tailoring model. Maar je houding is zo ontzettend belangrijk, hoe je voorkomt. Dus kijk maar naar mij. Tadaa. Je leerstijl, je talent die je hebt. En iedereen heeft inderdaad een talent, maar hoe zet je hem goed in? Hoe laat je talent voor je werken? De humaniteit, dus vanuit de mens gezien en dan zo breed mogelijk. Caring, want ja, weet je, het is de gezondheidszorg. Actie, we moeten wel tot actie komen, want alleen maar met dromen dan gebeurt er niet veel hoor, dames en heren. Resultaten, daar houden we ook van. Kijk maar naar mij. En energie. Yes. Ja. Dat heb je ook nodig. Deze is leuk. Ja, en Marleen zegt, naast credits voor Edgar en Aramiek, natuurlijk enorm voor jezelf, Saskia. You worked and worked your ass off. Dus ja, helemaal blij met al die applausjes natuurlijk. Die zijn allemaal. Dankjewel, Marleen. Alright, en voordat ik Edgar hierbij ga halen, waar gaat hij naartoe? Waar zien we jou over 3 maanden, over 1/2 jaar, over 1 jaar, over 2 jaar? Ik bedoel, is je straks eindelijk die meneer, die jongen van zijn troon af te stoten, wegwezen en dat we leven volgens jou of wat? Waar gaan we heen? Nou, ik heb... Je hebt veel betere hakken dan hij die schoenen heeft. Dus, ik hoop niet dat hij hakken heeft, maar misschien heeft hij dat ook wel. En in zijn vrije tijd in de weekend. Nee, weet je, Hugo doet een goede job hoor. Maar ik moet groter dan alleen maar in de politiek. Ik heb een Rotterdamse mond en ik zeg wel netjes waar het op staat. Dus ik kan niet dingen inslikken. Ik wil goed kunnen onderbouwen en mensen meenemen. Ik wil een voorbeeldfunctie zijn, juist voor die verpleegkundigen en verzorgenden die mij nu zijn. En daar word ik nu al veel voor benaderd. Ik wil weer dat rolmodel zijn waar we zo lang op hebben zitten wachten. Niet alleen maar dat zustertje dat lief aan bed staat en een hand vasthoudt. Wat we met liefde doen. Maar we zijn zoveel meer. Dus waar ik over 3-6 maanden sta, weet ik niet. Ik verwacht dat we binnenkort weer meer kunnen reizen. Daar hadden we het gisteren ook over in de persconferentie. Ja, ik word veel gevraagd. Ik durf veel. Dus heb je vragen en wil je met mij brainstormen, nodig me uit. Ik doe het met liefde. Heel goed. Agenda zit wel al aardig vol. Maar ja, ik wil heel graag... ik ben ook op zorgsprekers.nl te boeken als spreker. Dus bij congressen en zo, digitale platformen. Ik zie een mooie toekomst tegemoet. Oh, fantastisch, fantastisch. Want we gaan jouw geweldige mentor erbij halen. Ik ga even kijken of ik het liedje erbij... Ja, ik ga even kijken. Dan zeg ik dit. We komen er zo terug, dames en heren. Ik ga zo meteen Edgar erbij halen. Dus blijf heel even wachten. Even kijken of dit blijft. Ja, gewoon blijf zitten hoor. Kijk op. Oh yeah. Nou, dames en heren, dit is het dan. Hè? Ik zou hem even eruit zetten. Goed dat jullie er zijn, want er was in één keer heel veel muziek. Hè? Tadaa, voordat we weten wat is er ontstaan. Edgar, Saskia en ik zitten we hier. Want we gaan graag naar de afsluitende item van vandaag. Daarom heb ik Edgar ook even meteen achter de microfoon gezet. Lieve Ed, vertel eens, hoe trots ben je? Wat doet het met jou? Ja, heel veel natuurlijk. Ik bedoel... Het is heel mooi om iemand mee te nemen in uiteindelijk haar eigen reis. En ik zeg altijd, uiteindelijk verkoop je iemand op zijn eigen dromen, op zijn eigen verlangen en op zijn eigen missie en visie.
En ik doe niks anders dan dat ondersteunen. Middels natuurlijk wel wat tools. Maar die tools die zorgen ervoor dat Saskia inderdaad echt aan de slag heeft moeten gaan. En dat heeft ze ook gedaan. Dus zij heeft haar levensverhaal ook echt op papier staan. En dat is echt een bijzonder verhaal. Dat hebben we hier nog niet gehoord. Net zoals ik een bijzonder verhaal heb, heeft Saskia ook een bijzonder verhaal. Heb jij ook een bijzonder verhaal? Dus dat is eigenlijk de basis waarmee het begint. Je levensverhaal op papier zetten. Wow. Je oproep, je valkuilen, je doorbraken. En uiteindelijk waar je nu staat met je boodschap. En op het moment dat je je levensverhaal hebt staan, dan zie je ook heel duidelijk waar je levenslessen zitten. We hebben zoveel geleerd in het leven, maar dat vergeten we vaak. Maar met al die levenslessen die je in pacht hebt, in combinatie met je levensverhaal, ontstaat er uiteindelijk, dat kan gewoon niet anders, ontstaat er een boodschap. En met die boodschap kun je uiteindelijk goed gaan nadenken over je brand story. Nou, dat is bij Saskia al echt een heel erg helder. Ik denk dat we nog een beetje moeten gaan fine-tunen. Maar er ontstaat uiteindelijk ook een model. En ik neem maar de volgende keer mee hoe ze dat model... Dus we hebben al een vervolgafspraak met jullie tweeën. Nou, ik ga natuurlijk nu meenemen hoe we dat model echt gaan vormgeven. En hoe we dat model gaan verpakken. Want, mooi. Want je moet een model... Ik heb niet voor niks mijn Tailored Man in Blue transformatieformule. En de tool daarbij is de Tailored Talent Blueprint. Dus we moeten het ook gaan verpakken. Ach, wat mooi. Dus dames en heren, mocht je nog, net als ik, geen genoegen hebben van deze prachtige mooie kanjes hier. We gaan ze volgende keer weer uitnodigen. Dan komen ze weer, gaan vertellen ze dan weer. Dan heb je dan twee keer zulke hoge hakken. Dan is het een 20 centimeter. I don't know what. Dit is goed zo. Echt fantastisch, fantastisch, fantastisch. Dit vind ik zo hartverwarmend om... Twee zulke geweldige high performers naast me te hebben. Die elkaar aan het helpen zijn. Naar de volgende levels aan het brengen zijn. Ja, weet je, mijn hart vervult zich gewoon. Dan ben ik ook heel erg benieuwd. Want dit hebben we nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit zo'n dubbele interview gedaan. Zo live. Want wat ik zo ook ga vragen is natuurlijk onze vaste item van de dag. Let's see wat de kaarten van Chantal hierover te zeggen hebben. Ik ben zo benieuwd, jongens. Even kijken. The blessing of the day. Dames eerst... Aha. Zo, even kijken of dit handiger is. Ja, ga je gang. Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle. Nou. Die past precies. Die mag je meenemen. Oh, dat is de cowboy girl, volgens mij zouden Chantal, Sophie en Charlotte zeggen. En even kijken, Ed, ik ga hem nog een keertje gewoon erin knallen. The blessing of the day. Ja, komt-ie aan. When life turns you upside down, simply adjust your view. That's what successful people do. Ja, nou, ja. Zo zien we dan dat de kaarten ook zeer gunstig zijn. Heerlijk, mocht je deze kaarten willen, by the way, check it out. www.bixmediafan.nl. Ik moet schakelen, zijn de handgemaakte kaarten. 62 prachtige mooie inspiratiekaarten. En check Chantal Meester op LinkedIn. Iedere ochtend doet ze een van deze kaarten. Delen met je met een prachtige quote, prachtige tekst. Dus thanks, lieve Chantal, dat ik dit iedere ochtend met je mag delen. Wat als ik het nu ga zeggen, dan gaan we langzaam naar richting afsluiting. Laat ik Edgar als eerste vragen. Wat voor boodschap heb je op dit moment, op de dag van Florence Nightingale? Want het is ook de dag van de zorg, toch? Is dat een dag nog van niet? De verpleging. Dag van de verpleging, sorry. Ik wist dat er iets was. Wat voor boodschap zou jij voor ondernemers, voor zulke high performers zoals Saskia willen hebben, dat ze vandaag hun leven gaan? Want we hebben heel veel mensen online. Linda, Rim, Marleen, Marianne. Er waren ook heel veel reacties van LinkedIn. Wat zouden ze vandaag kunnen doen om eigenlijk hun leven te kunnen veranderen. Wat is de eerste stap? Wat zou vandaag de eerste stap zijn dat ze moeten implementeren om in het vervolg zichzelf te laten transformeren? Wat zou jij ze aanbevelen? Ja, ik denk dat het sowieso heel belangrijk is om gewoon jezelf wel gewoon af te vragen. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat voor betekenis wil ik gaan spelen in het leven van anderen. Dus ik denk dat is wel heel, heel goed om dat helder te krijgen. Ik vind dat mooi, wat dat betekenis wil ik spelen. Want dat is uiteindelijk het fundament van waar je moet beginnen. Wat wil je voor mensen betekenen? En op het moment dat je dat niet weet, is het denk ik ook heel lastig om deze reis aan te gaan.
Ah, mooi, 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 mooi. Dus weet je, bedenk. En als je het weet, dan zet het hier in de comments. Want ik ben heel erg benieuwd. De vraag is, wat voor betekenis zou je graag in het leven van anderen willen hebben? Dat vind ik een hele mooie, prachtige, mooie verdiepingsvraag. En Chantal zegt, ja, mooie kaarten allebei. Jullie passen heel goed bij jullie. En Rita zegt, ja, goed zo Saskia. Zo inspirerend met een push van mooie mensen zoals Edgar en Annemiek wordt de wereld absoluut een betere plek. Helemaal met je eens. En Saskia, je mag gewoon mijn microfoon zo meteen pakken. Wat zou jij op deze dag, want deze dag is eigenlijk voor jou bedoel. Dit is de dag van jou, van de verpleging, van geweldige, fantastische professionals en experts zoals jij. Wat zou jouw boodschap zijn? Ik zou zeggen aan de wereld, aan je doelgroep, aan anyone that you can think of. Want het is zo'n bijzondere dag. Dus alsjeblieft, ik ga ietsjes opzij. Mag jij het microfoon pakken? Dankjewel, Arne. Ga gewoon lekker achter zitten. Ik ga niet aan je mengpaneel zitten hoor. Ja, mijn boodschap is, kijk waar je behoeftes zijn geweest afgelopen jaar, toen je je misschien opgesloten voelde. En luister naar je hart. Wat heb je gemist en wat zou je graag veranderd willen zien? Zou je een carrière switch willen maken? Wil je gaan starten als ondernemer? Nu is de tijd om je droom te verwezenlijken. En neem een coach erbij, want die helpen je gigantisch om het van de grond te krijgen. Dus volg gewoon je hart. En ja, mijn spreuk is altijd, be the change you want to see. Dus ga voor je dromen en durf groot te zijn en ga uit je comfortzone. Dus ga ervoor. Yeah. Prachtig, 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 mooi. Dames en heren, het is 11:03. We gaan zo meteen afsluiten. Ik heb het al gezegd, ga meedoen met de wedstrijd. Zorg ervoor dat je de 1-op-1 coachingsessie waarde van 3000 euro van Edgar kunt gaan winnen. Ik wil mijn gasten bedanken. Wat was dit geweldig. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Jullie allebei, het is echt een eer dat jullie allebei kwamen. Ik kijk er nu al uit naar voor jullie volgende resultaten. Lieve luisteraars, lieve kijkers, dankjewel dat je meer dan een uur bij ons bent gebleven. Morgen is hier Janneke wow. Jager. Ja, ik ken haar. Ja, je kent haar? Ja, ik ben ooit bij Oudaan. Daar hebben ze een hele kleine schouwburg met 18 man. Dan ben ik met Arina naar een voorstelling van Janneke geweest. Echt? En na de voorstelling spraken we gewoon met Janneke op het terras met een biertje erbij. Oh, echt? Dus, ja, oh, wat cool. Ik zie iets wat je tegen haar wil zeggen. Ik bedoel, ze is er morgen, dus dan ga ik even... Ja, ik heb gereageerd op wat er vorige week allemaal is gebeurd in haar leven. En dat is bijzonder. En ik ben het zo met haar stelling eens. Ik bedoel, die rijen voor die winkels... ik heb daar ook echt een goed gevoel bij. Maar goed, het is niet anders. Maar ik vind het waanzinnig dat je haar hebt uitgenodigd. Want zij is echt een fantastisch mooi mens. Ja, ze neemt ook haar ukulele mee. Ze heeft van alles nog wat verrassingen op de hemelvaartsdag. Dus ik kijk er enorm naar uit. Hebben jullie een vraag voor Janneke? Moet ik morgen iets aan haar vragen? Waar zou je iets van haar willen weten? Schiet me zo niet 1, 2, 3 te binnen. Dat... Ik zou wel willen weten, want zij is natuurlijk cabaretière. Zij maakt mooie liedjes. Wat haar boodschap is. Ik bedoel, en wat datgene wat vorige week is gebeurd, wat dat ook betekent voor haar carrière. Aha, wat het betekent voor haar carrière. Ik schrijf hem betekent voor haar carrière. Want jullie denken, het is hartstikke mooi dat ze viraal is gaan. Ze is mega, mega viraal gegaan. Is echt niet normaal. En daarnaast heeft ze ook heel veel negatieve reacties en haters binnengekregen. Dus het is echt niet zomaar iets geweest. Zeer, zeer gewogen weken voor haar geweest. Dus ik ben zo benieuwd naar wat zij morgen komt te vertellen. En ja, vrijdag zit hier topfotograaf. En meteen in haar transformatie zijnde Linda. Linda komt hier iets heel leuks vertellen. Want volgens mij is Linda ook iets met iemand hier naast me van plan. Nou, daar gaan we dus aanstaande vrijdag. Veel meer horen, want ik heb zulke leuke dingen daarover te vertellen. Dat gaan we ook aan Linda vragen. En ja, weet je, dit is zo gaaf om op deze manier deze dag te gaan afsluiten met geweldige vrienden hiernaast. Ik hoop dat jullie de vibe hebben gevoeld. Ik hoop dat jullie de vriendschap, de liefde hier hebben gevoeld. En dat gunnen we jou ook. Dus ik wens je, het is hartstikke lekker weer. Top. Namens Edgar en top Saskia wens ik je een prachtig mooie voorzetting van de dag. Morgen om 10:00 zijn we hier weer. We gaan weer knallen met Janneke en daarna... Vrijdag met Linda. Als ik je niet spreek, fijne hemelvaartdag morgen. Maar ga vooral even naar buiten. Ga naar de natuur kijken. De bloemen zijn aan het bloeien. De bomen zijn echt behoorlijk mooi groen aan het geven. Ga even wat lekker lucht snuiven. En zorg dat je je gezondheid op nummer 1 gaat zetten. Want dat is namelijk wat ook de boodschap van vandaag mag zijn. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor onze eigen healthcare en voor onze eigen gezondheid. Laten we dat vooral met z'n allen, dat als wens naar jou, blessing naar jou, heel veel gezondheid en geluk toewensen voor vandaag op de dag van de verpleging, op de dag van
van Florence Nightingale. Nou, 201 jaar geleden was ze al een high performer. Ze was al een fantastische high performer. Dus ik wens jullie een hele mooie voortzetting. We gaan hier nog even gezellig nakletsen. Dankjewel dat je er was, lieve Edgar, lieve Saskia. Het was echt geweldig. Yes, en de liefde en de vriendschap en warmte is voelbaar hier, zegt Chantal. Yes, en hiermee gaan we afsluiten. Dank iedereen. Zie je morgen om 10:00. En een hele mooie dag. Het is prachtig mooi weer. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10:00 ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doeg allemaal. Ciao, ciao. See you later. Tot morgen om 10:00 met Janneke. Hoi. Hoi.